Ja, dat is achter mij gebeurd. Toen ik terugkwam uit de special, toen werd aan mij eigenlijk medegedeeld. Hij heeft iets met zijn nek en hoe dat er verder voor staat, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Als ik het wel wist, dan heb ik liever die medans naar buiten brengen natuurlijk. Maar het was zeer gevaarlijk vandaag. Ook de mannen voorin spraken erom. Ik startte vanmorgen als 12e. Ik zag 11 lijntjes bij me, voor me staan, zeg maar. Ja, ik dacht bij mijn eigen af en toe, waar liggen die motors? Hè? Want je ziet die sprongen van die mannen die ze maken. En dat het schuin gegaan is en dat ze onderin geraakt zijn. En ja, het is echt niet normaal gewoon. Maar ja, het is echt levensgevaarlijk. Hoor. Ben je geschrokken van het nieuws van Edwin Straver? Ja, dat is één ding maar zeker. Dat draag je altijd natuurlijk met je mee. Je landgenoot en de laatste paar dagen ben ik zelf met hem aan het rijden ook. En ik zeg elke morgen tegen elkaar van rustig aan, ik zie je straks bij de finish. Dus ja, ik baal er eigenlijk wel van, ja, want we hebben eigenlijk nog maar een dagje. Hè? Maar het was levensgevaarlijk dus vandaag? Ja, ja, heel veel afgekapte duinen. Er staat dan in de eerste 5 kilometer is slecht. Ja, de eerste 150 kilometer is gewoon slecht en ja, is gewoon niet normaal. Maar ik kan alleen maar zeggen dat ik blij ben dat ik weer ben.